ook nog eens in Antwerpen woont, dan is de kans heel groot dat je gisteren op Antwerpen Schaak te vinden was. Dat is een schaaktoernooi voor jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. En er deden 120 kinderen mee. Schaken is dus super populair, maar wat is er zo tof aan? Burgemeester Bart De Wever zet samen met schepen Ginny Deels de eerste zet op Antwerpen Schaakt. Ze vinden het fijn dat in hun stad elk jaar een groot jeugdschaaktoernooi georganiseerd wordt. Want zelf houden ze ook wel van het spelletje. Mijn vader heeft mij dat geleerd, verplicht geleerd. Ik had geen keuze toen ik 6 jaar was. Ik heb ook 6 jaar gedaan. En dan ben ik gestopt. Toen ik op de leeftijd van deze jongens was, speelde ik competitie. En ik heb ooit zelfs de eindronde van het Belgisch kampioenschap gehaald. Dus ik had een bepaald niveau. Ik heb de burgemeester laten winnen. Hij weet dat nog niet, maar daar komt het op neer. Ja. Maar het zijn vooral de kinderen die hier komen schaken. De hele namiddag spelen ze wedstrijden tegen elkaar. Schaken is op zich wel een beetje moeilijk. Je moet gewoon nadenken, je moet naar alles kijken. Ik schaak al 5 jaar. Ik vind dat heel leuk, omdat je kan dat doen. Ik vind dat leuk op school, want je kan dat doen met je vrienden. Je kan steeds tegen andere mensen schaken en zien hoe dat hun strategie is. Ik vind schaken een heel leuk spel, omdat het is veel nadenken. En het is een leuke denksport, vind ik. Op het toernooi mogen de kinderen met 6 tegelijk ook schaken tegen Daniel Darda. Dat is best een uitdaging, want hij is wereldkampioen bij de min 14-jarigen. Ik was altijd iemand die denksporten en zo leuk vond en ja, schaken ging me wel goed mee. Ik vind het zeker leuk om hier te zijn en ik wil graag mijn sport zoveel mogelijk uitoefenen, dus daarom dat ik hier ook ben. Ik vind het heel speciaal dat de wereldkampioen hier is, natuurlijk, want ja, anders zou je hem nooit tegenkomen. Hè. Ik vind dat schaken ook een sport moet zijn die meer op tv komt. Voetbal bijvoorbeeld, iedereen kent ze wel, hè. Dus ik vind dat schaken ook meer gepromoot moet worden.